Districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuidwest zegt dat er geen tijd is om nu toestemming te geven voor feesten in haar bestuursgebied. In plaats van groen licht te geven aan feestgangers de komende dagen richting december, wil zij zich inzetten om de vaccinatiecampagne die de regionale gezondheidsdienst in samenwerking met de gezondheidsautoriteiten op touw heeft gezet, te stimuleren. We hadden een normaal leven. Iedereen mocht maar feesten wanneer die maar zin daarin had. Maar nu wordt dit op ons afgekregen hebben. Het is een ziekte die de wereld in zijn greep heeft. Dienen we rekening te houden daarmee dat het teruggewerkt kan worden. Dat het de kop kan worden ingedrukt. Dan moeten we ons allemaal aan de COVID-maatregelen houden. En als we dat doen, dan denk ik wel dat we terug kunnen gaan naar het normaal leven. Dus die mensen die verspreiden, die flyers verspreiden, die voorbereidingen treffen om feestjes te organiseren, ze moeten stoppen. Domini zegt verder dat volksgezondheidsminister Ramadien zijn uiterste best doet om de coronapandemie in te dammen. De DC stelt dat hardleerse mensen moeten beseffen dat zij anderen het leven zuur maken door bij te dragen aan besmettingen. De vaccinatiegraad in Marowijne is aan de magere kant en dat baart zorgen, meent Domini. Eerlijk aan te geven is vlot dat niet als zodanig hier, de vaccinatie. Maar oké, je hebt groepen. Ik heb gesproken met een zekere arts, dokter Emmanuel. Vandaag nog gaan ze bezig zijn met een campagne. Dan gaan ze huis aan huis, straat voor straat, op om die mensen te mobiliseren om zich te laten vaccineren. Wat ik persoonlijk daarvan kan zeggen, ik wil hierbij iedereen oproepen om zich te laten vaccineren. Want alleen daardoor kan je beschermd zijn. Ik hoor zoveel, je hebt mensen die een verwarring brengen in de samenleving door op, via het net voorbereidingen treffen om feestjes te organiseren. Ze moeten stoppen. Want als ik het hoor, afgelopen in verband met Marondag, had je ook een paar heren die feesten wilden organiseren. Ik heb dat te horen gekregen. Ik heb gelijk contact met de politie gemaakt om deze heren, deze organisaties te waarschuwen. Domini stelt dat showorganisatoren die investeringen doen en mensen oproepen om activiteiten te organiseren, daar liever mee ophouden, aangezien zij daar geen toestemming voor zullen krijgen.